Laten we het over het weer hebben. Wanneer doen we het weer? Ja, goedenavond, had ik het weer. Goedenavond, we gaan naar het laatste nummer voor de pauze. Dames en heren, de baas van Arie Smit staat daar, dat is natuurlijk en Mr. Rendrix. En je mag klappen, want... Hij was vorige week jarig. Hey Ren, zie jij kans om mijn kant op te komen? Jawel. Achter Peetje Lang. Nou, misschien sta ik wel voor. Maar Ren, het heeft het management behaagd om jou te waarderen met cadeaus. Ik heb het makkelijk gehouden om het niet in te pakken, want het kost te veel tijd, want we moeten echt naar het volgende nummer. Zijn nou te larderen? Larderen, mooi woord, ja. Het eerste cadeautje is dit. We mogen het laten zien aan de zaal. Larderen is in hetzelfde lied als frapperen. Het volgende cadeautje, daar kreeg ik een enorme strijd mee met Pedro. Ja, jullie delen veel en jullie stellen veel solo's, maar dit is een fles waar Peter moord voor zou doen. Nou, ik heb al mensen die dat dadelijk kunnen verduisteren. Helemaal niet. Hè, Al? Ik zou zeggen, haal de glazen. Ja, zullen we kijken. Oké, Frankrijk of Portugal, die hebben de Europese Cup. Ik heb de Limoncello Cup. Yeah! Hoera! En ik had contact met de markies. En de markies is een vrij zuinige man. En hij zei, ja, maar luister eens. Zonder Rendrix geen Arie Smit. En zonder Arie Smit geen markies. Dus dit is een heel klein cadeautje van de markies. Moet je maar even kijken, want hij is heel erg mooi. Ik heb hem bijna zelf gestolen, maar... Een prachtige paarse ring van, ik weet zeker, 50.000 euro. Juwelen! Maar het allermooiste cadeautje, Peter, want Ren is nogal ondeugend geweest van de Felix Senior. En wij hebben het verkeerd. Peter en ik, wij hebben de meeste tekeningen gemaakt voor de manager. Dan mag het een mooie tekening voor de manager natuurlijk. Ja, en Ren de minste. Dus vandaar mooie tekeningen maken van Dikke, jullie zullen Ren nog niet zien. Mooie tekeningen maken voor de manager. Dames en heren, Ren is de baan van Arie Smit. Binnen de lijntjes, want wij kijken het naar. En we gaan natuurlijk geen happy birthday zingen. We hebben ons eigen verjaardagsliedje voor Randy. En dat heet Get Randy. En ik hoop dat jullie allemaal mee blaren. Ik bewaar hem wel even hoor. Heb je daar een koeling? Heb je daar een vriezer of niet? Als er iemand zin heeft om mee te zingen met het nummer, dus jullie zijn allemaal welkom. We zijn er met... We hebben wel tempo, hè? Jongen. Het enige wat je moet onthouden is Get Randy in plaats van Get Ready. Zij hey. Ruzie in de bed. Film het maar, hè. Ik film alles. Thank you.
En rechtop zetten. Maar je zet hem met de voetballen.